Oké, ik ga er eens even bij zitten. Test. Oké, welkom bij deze nieuwe video. Superleuk dat je kijkt. De laatste tijd doe ik op mijn kanaal natuurlijk best wel veel video's filmen dat ik mijn dag film. Of gewoon een studievideo of een routine of iets. Maar ik vond het dus ook wel een keer een leuk idee om een soort van podcast vibe video te maken. Ja, gewoon even gezellig praten met jullie. Op Insta had ik zo'n vraagdingetje gedaan waarin je vragen kon insturen. Dus ik ga een beetje jullie vragen beantwoorden. We gaan een beetje praten over het leven. Dus ik vind het wel gezellig. Ik hoop dat het allemaal zo gaat werken. Want ik heb letterlijk die microfoon vast. En ik heb ook een koptelefoon op. Dat is zodat ik mezelf hoor praten door de microfoon. Ik hoop dat je zin hebt in deze video. Ik in ieder geval wel. Ik vind het wel eens een keertje leuk. Gewoon lekker zitten en praten over het leven. Geen idee waar we het allemaal over gaan hebben. Maar dat gaan we zien. Dus ja, laten we maar gaan beginnen, denk ik. Even kijken wat we allemaal hebben. Ja. Oké, de eerste vraag die me opvalt is... Vind je YouTube nog steeds leuk om te doen naarmate je ouder wordt? Ik doe nu YouTube sinds 2016. Besef eventjes dat dat gewoon al bijna dit jaar alweer 7 jaar is. Oh, jongens. Ik word echt oud. Ik vind dat heel insane. Naar mijn gevoel ben ik nog helemaal niet zo lang YouTube aan het doen. Maar ook weer wel, want het is echt gewoon een deel van mijn leven. En ik kan me niet voorstellen dat ik het niet doe. Want het past gewoon bij mijn leven, snap je. En ik vind het editen ook zo leuk om te doen. Dat vind ik eigenlijk nog bijna... Nou, het filmen vind ik ook superleuk. Maar het editen is echt het eigen maken van je video. En dat vind ik echt geweldig. Je merkt wel dat mensen toch eerder neigen om korte video's te kijken. Dat is gewoon zo. Ook YouTube heeft nu shorts. Insta heeft reels. TikTok is TikTok. Ik weet niet. Je merkt gewoon dat mensen toch een kortere spanningsboog... Of hoe zeg je dat? Mensen neigen er tegenwoordig toch eerder naar om een kortere video te kijken. Wat natuurlijk wel een beetje jammer is. Afgelopen tijd heb ik daar echt veel over nagedacht. En dacht van ja, maar wat maakt het eigenlijk ook uit? Want ik maak ook echt video's omdat ik het leuk vind. Ik krijg echt super veel leuke reacties altijd. Dus er zijn echt nog wel mensen die het kijken. Maar ik weet niet. Eerst vond ik dat wel een beetje lastig of zo. Maar ik vind YouTube gewoon geweldig om te doen. Ik blijf het ook doen zolang ik het leuk vind. Dus... Dat is eigenlijk denk ik wel een beetje mijn antwoord. Ik vind het nog steeds geweldig. Ja. Oké, iemand vraagt wanneer at je voor het eerst Maltesers? Ik krijg gewoon echt wekelijks DM's met mensen die mij dan een aanbieding van Maltesers sturen of zo. Ik vind dat echt zo leuk. Maar goed, iedereen weet ook gewoon dat ik zo erg van Maltesers hou. Het is echt niet normaal. Ja, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij had ik het voor het eerst een keertje in de bioscoop gegeten. En toen dacht ik, wow, dit is echt next level. En toen ging ik het gewoon vaker kopen en had ik het echt veel te vaak. Oké, dit is denk ik de meest gestelde vraag. Hoe heb je Daan leren kennen? Hij was opeens in je vlogs. Ja, ik snap het wel. Ik ken Daan al best wel lang. Ik denk dat ik 16 was of 15. Nou ja, we kenden elkaar van school en we zaten dan bij economie bij elkaar en nog een les of zo, volgens mij. Ja, na de middelbare school werden we eigenlijk gewoon een beetje besties. Besties. Ja, gewoon goede vrienden. En toen werd het eigenlijk meer. En toen, even denken, we hebben nu een relatie sinds oktober 2021. Dat klinkt ineens heel lang geleden nu het 2023 is. Maar we hebben een relatie sinds oktober 2021. Ja, iets meer dan een jaar nu alweer. En ja, ik had het eigenlijk daarvoor ook helemaal niet in de video's of zo laten zien. Maar dat was ook gewoon omdat ik dacht van ja, het moet ook een beetje vanzelf gaan. Ik wilde ook niet zo'n aparte video maken van oh, ik heb een vriend of zo. Dat vind ik heel awkward, dus nee. Maar ja, toen gingen we op vakantie naar Zakintol zitten. Dacht ik, oké, dit is wel echt gewoon leuk om te filmen. En Daan vindt dat ook gewoon helemaal prima. Dus toen had ik dat gefilmd en toen was Daan in beeld. Maar ja, ik ken hem al heel erg lang, dus... Maar volgens mij was hij... Oké, hij was daarvoor wel één keer in een video geweest. Toen hadden we ook letterlijk één dag een relatie. Toen gingen we naar Walibi Friday Night. Maar ja, toen wist niemand nog dat Daan en ik hadden. Dat is hoe ik Daan heb leren kennen via de middelbare school. Eigenlijk heel lang goede vrienden en toen werd het dus meer. Dus dat is wel leuk dat we al goede vrienden waren, want daardoor kenden we elkaar ook gewoon wel goed. Echt het beste statief ooit voor mijn microfoon. Mijn been. Iemand vraagt, ben je ooit onzeker geweest? Zo ja, hoe heb je jezelf geaccepteerd hoe je was? Ja, je wil echt niet weten hoe onzeker ik was. Vooral, nou ja, soms nog steeds af en toe. Natuurlijk is ook normaal, denk ik, tot een bepaalde mate. Maar ik weet het eigenlijk, ik weet niet meer op welke leeftijd, maar ik denk op mijn 14e, 15e dat het wel een beetje het ergst was. Het was ook niet altijd, maar ja, ik was altijd wel echt heel erg onzeker. Maar ik denk dat mensen het niet per se heel erg aan mij hebben gemerkt. Wat mij wel heel erg heeft geholpen tegen mijn onzekerheid is YouTube. Omdat ik daar echt gewoon altijd soort van... Ja, ik weet niet. Op de een of andere manier kon ik in mijn video's wel gewoon altijd goed mezelf zijn en mezelf uiten of zo. Dus ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Maar aan de andere kant was ik dan ook weer echt heel erg onzeker
hoe mensen over me zouden denken. Ik denk dat vooral van wat denken mensen over mij, hoe ik ben of heb ik niet iets verkeerds gezegd. Maar nu ik een paar jaar verder ben, heb ik wel echt ingezien van ja, het boeit echt letterlijk niemand. Wat jij denkt dat anderen raar vinden wat je doet, mensen denken daar waarschijnlijk niet eens over na. Dat is gewoon zo. Ja, en als ze negatief over je gaan praten, dan ligt er waarschijnlijk onzekerheid bij hunzelf, waardoor ze dat doen, in de meeste gevallen. Dus ja, dat heb ik wel echt ingezien eigenlijk. Maar ik kwam er ook echt achter van, het heeft gewoon geen nut om zo lang te gaan nadenken over wat die ander denkt van mij, want ik heb er toch geen controle over. Dus dat heb ik denk ik wel echt ingezien van, je hebt toch geen controle over hoe mensen over je denken. Dus dan kan je maar net zo goed wel doen wat je leuk vindt. Dat is echt wel een hele belangrijke les, denk ik. Ja, zoiets is vaak wel echt makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb ook nog af en toe dat ik terugdenk aan een moment dat ik denk van shit, dit was echt beschamend of dit was echt raar. Maar ja, dan denk ik daarna ook weer van, waarschijnlijk herinnert niemand het zich toch. Dus dat is een beetje hoe ik over die onzekerheid ben heen gekomen, denk ik. Gewoon een beetje relativeren. Heb je al reisplannen voor dit jaar? Ja jongens, dit wordt echt heel leuk. Ik ga, ik heb al best wel veel plannen. Ik ga naar Disney met mijn beste vrienden. Ik ga naar New York met Anne. Echt vet leuk. Ik ben nog nooit in New York geweest, dus ik ben echt heel benieuwd. New York lijkt me gewoon, ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet echt wat ik moet verwachten, maar ik ben gewoon heel benieuwd. We gaan in februari. Dus daar ga ik heen. Wat ook al heel lang een droom is, is om te gaan interrailen. En dat ga ik samen met Daan doen. Deze zomer, dus dat is ook heel erg leuk. Dus ja, ik heb al best wel veel dingen gepland en ik heb er echt heel veel zin in. Het volgende onderwerp waar ik het over wil hebben is stress. We gaan echt van het een naar het ander in deze video, maar I love it. Ik ben echt verbaasd hoeveel mensen stress ervaren. Vooral als ik kijk gewoon naar mensen om me heen of in mijn DM of bijvoorbeeld nu al in deze vragenlijst, krijg ik zoveel vragen van hoe ga je om met stress? Gewoon zoveel mensen van mijn leeftijd hebben zoveel stress. Gewoon voor school, voor werk, voor weet ik veel wat, van alles, voor hun leven. Je hoort natuurlijk ook best wel veel dat de mentale gezondheid van jongeren nu echt een stuk minder is dan eerst. Ik denk ook onder andere wel door lockdown tijd. Ja, ik had dus iets handigs bedacht voor mezelf, want ik heb de laatste tijd dat als ik me minder voel, probeer ik gewoon een beetje te journalen van hoe ik me voel. En dan probeer ik een beetje te achterhalen waarom ik me zo voel. En het lukt niet altijd, want soms ben ik gewoon echt aan het janken zonder reden. Niet heel vaak hoor, maar soms wel. En door dat een beetje bij te houden, ben ik erachter gekomen wat ik kan doen in welke situatie. En misschien kan dat ook wel een tip zijn voor jou. Ik zal het even opzoeken, want ik heb er een story van gemaakt. Ik weet niet of hij al online staat als jij dit ziet, want hij komt in de Motivation Monday van aankomende maandag. Maar ik zal hem sowieso eventjes in beeld zetten. Ik heb dus verschillende dingen voor mezelf bedacht wat ik kan doen als ik me op een bepaalde manier voel. Want soms voel ik me dus inderdaad ook gestrest, maar het ligt eraan op welke manier ik gestrest ben en wat voor actie ik dan zeg maar onderneem. En ik denk dat het heel erg chill is om er voor jezelf achter te komen wat in welke situatie het beste is om te doen. En soms hoef je ook niks te doen. Soms moet je gewoon even niks doen, letterlijk. Ik had het daar laatst ook met een van mijn beste vriendinnen over. Toen ik er een keertje doorheen zat, vertelde ik dat daar tegen haar van ja, ik wil een video online en ik moet nog alles voor school doen, maar ik heb gewoon geen tijd en het lukt niet om de video te plaatsen, maar ik moet en zal die video plaatsen. En ze zei ook van ja, rustig aan. Je bent een mens, je bent geen robot. Ik weet niet, dat advies heeft mij echt geholpen, dat ik soms echt denk van ja, je bent letterlijk een mens. Je kan niet alles perfect doen, dat is ook helemaal niet de bedoeling van dit leven. Weet je, toen zij dat advies gaf, toen dacht ik van dit klinkt echt goed. En nu ik het zo zeg, denk ik echt van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het zeggen? Maar het heeft mij in ieder geval heel erg geholpen, dat je soms gewoon een beetje moet relativeren van ja, oké, waar stress ik om en is het echt, ja, is het het echt waard? En ik denk dat af en toe een beetje stress ook wel gezond is. Maar sommige mensen zijn in zoverre altijd gestrest dat ik denk van oké, als dat altijd zo is, is het dan niet een sign om iets te gaan veranderen in je leven of hoe je ermee omgaat of hoe je erover denkt. Je gaat eigenlijk gewoon stressen om de stress, omdat je eigenlijk gewoon niet meer helder kan inzien wat nou eigenlijk echt het probleem is, omdat je al in zoverre aan het stressen bent, snap je? Soms is het gewoon goed om het er gewoon even uit te rennen, om het op te schrijven, om te gaan wandelen, gewoon even eruit te gaan of zo, vind ik zelf heel erg fijn. Of soms, als het gewoon allemaal te veel wordt, juist even rust nemen en niks doen en ruimte maken in je hoofd. Het ligt gewoon zorg aan de situatie. Maar waarom ik het hardlopen of sporten in ieder geval heel chill vind, is omdat stress is vaak iets wat heel erg in je lichaam gaat zitten. Wat je heel erg in je buik bijvoorbeeld voelt. En door echt te gaan bewegen en te rennen, merk ik dat ik dat er gewoon letterlijk uitren. Ook als ik dat als intentie heb van ik ga nu alle stress eruit rennen, dan lukt het ook gewoon beter of zo. Gewoon keihard je muziek aanzetten of zo. I don't know wat jouw manier is om van stress af te komen, maar ja, vaak helpt het ook om te kijken naar een situatie achteraf van
denk bijvoorbeeld nu even aan een moment dat je heel erg gestrest was voor iets, voor het laatst. Misschien dat je nu wel achteraf denkt van ja, maar dat was helemaal niet nodig. Waarom was ik eigenlijk zo gestrest? Ik was echt eigenlijk maar in mijn hoofd scenario's aan het bedenken die eigenlijk helemaal niet uitkwamen. Want je brein doet dat heel vaak automatisch. Gewoon scenario's bedenken waarvan je achteraf denkt van ja, dit is helemaal niet, dit was gewoon het ergste scenario. En dat de kans dat dat echt ging uitkomen was heel erg klein. Dus ja, weet je, je hoeft ook niet altijd het ergste scenario te bedenken. Je kan soms ook een scenario in je hoofd bedenken hoe het zou gaan op de beste manier, dat ding waar je voor stresst. Want dan manifesteer je dat ook makkelijker, denk ik. Makes sense. Dat is een beetje mijn advies over omgaan met stress. Ik ben zelf echt bijna nooit meer gestrest. Dat is echt bizar. Dat komt nu ook omdat ik gewoon beter heb ingezien hoe ik echt moet plannen. En dat helpt gewoon echt voor 80%. Want vaak was het uiteindelijk toch de planning die stress veroorzaakte bij mij. Af en toe heb ik nog wel stress natuurlijk, maar echt bijna nooit meer. Dus chill leven. En meditatie helpt ook zo erg. En dan moet ik zeggen, meditatie gewoon liggend is niet voor iedereen. Sommigen vinden het gewoon niet chill om gewoon te liggen en niks te denken. Ik vind het wel heel chill. Maar ik snap het ook als je denkt van ja, ik hou er niet van. Maar ik denk echt wel dat het soms even nodig is om je hoofd leeg te maken voor iedereen. Je krijgt op een dag zoveel prikkels binnen en ik denk dat iedereen gewoon zijn eigen manier heeft om dat te verwerken. Maar ja, ik denk ook vooral voor de hoogsensitieve mensen die er nog gevoelig voor zijn, dat het heel belangrijk is om af en toe gewoon even jezelf te resetten. Ja, gewoon alles even los te laten en weer, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar goed, om daar jouw manier in te vinden. Dat hoeft niet alleen maar stilliggende meditatie te zijn. Of op een manier van sporten, muziek, weet ik veel wat je wilt bedenken. Maar ik denk toch wel dat het belangrijk is. Maar dit zeg ik wel zo leuk, maar dit is ook echt iets wat ik zelf moet leren. Want ik zie het wel in, maar soms vind ik het heel erg lastig om echt te ontspannen. Ik zit het advies wel heel leuk te geven, maar dit is zelf ook iets wat ik meer moet gaan doen. Dus ja, dat is een beetje mijn visie daarop. Ik wist eerlijk gezegd niet dat we zo diep zouden ingaan op dit soort dingen eigenlijk. Maar ik vind het wel een vibeje, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het zelf in ieder geval best wel leuk om op deze manier een video op te nemen. Dus zeg maar met wat jullie willen weten, zeg maar. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dus laat me vooral ook weten of je dit vaker wilt zien op mijn kanaal. Ik weet niet, ik denk dat dit het wel was. Ik zou nog wel meer willen vertellen, maar ik ben al zo lang aan het praten. Dus ja, ik zou zeggen, laat vooral weten wat je van deze video vond. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over bepaalde dingen waar ik het over heb gehad in deze video. Dus weet je, laat het allemaal lekker weten. Gooi het in de comments. Ik vind dat heel erg leuk om te lezen. En ik waardeer jullie comments ook heel erg. Dus heel erg bedankt daarvoor. Geeft mij echt heel veel energie. En dat was het denk ik wel voor deze video. Wat kan ik nog meer zeggen? Ik weet het niet. Ik wil jou gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond het een vibe. En ik hoop jij ook. En ja, hopelijk zie ik jou dan weer volgende week bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei doei!